Mark de Wit, ja, 2-0 voorstaan. En dan toch 2-2. Zeer teleurgesteld, want je maakt zelf het eerste doelpunt. En de tweede stond je eigenlijk aan de basis. Ja, klopt. Ja, echt de teleurstelling. Ik denk dat we de overwinning gewoon weggeven zo, op deze manier. Ja, hoe was het vorige week? Vorige week was het een beetje hetzelfde. Een counter die je om de oren krijgen. En een verliesje. En nu weer twee te pompen en dan valt hij verkeerd voor ons en voor hun goed. Ik zei tegen die jongen van Silvio Bulteman, ik zeg tegen hem, gooi joh, laat je vader wel. Want die maakt ook altijd op het laatste moment de doelpunten voor KGB. Ja, en dat is voor jullie de nekslag geweest. Ja, klopt. Ja, zonde. Ja, hij is mijn trainer nog geweest bij Zwaver. Dus dat is dan wel weer grappig, maar niet leuk dat hij dit nu op het laatste moment doet. Nee, maar goed. Kijken we naar de eerste helft, dan waren jullie gewoon de bovenliggende de ploeg. Want het had makkelijk 4-5-0 kunnen staan. Ja, eigenlijk wel. Volgens mij wordt er een doelpunt onterecht afgekeurd. En volgens mij hadden wij recht op een penalty eerste helft al. En tweede helft nog een keer dat hij hands maakt. En de scheidsrechter zegt, de bal gaat tegen de hand. Maar volgens mij kan Fabian hem gewoon intikken als hij hem niet tegenhoudt. Dus dat is balen. Maar als ik toch een beetje, als ik die scheidsrechter ook een beetje beoordeeld heb. Hij komt zelf uit Horen. Ik denk dat hij toch een beetje bang was dat hij een beetje in het voordeel van de blokken zou fluiten. Ja, dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Ik weet niet of hij dat heeft. Of dan zou hij moeten aangeven dat hij ons niet wil fluiten. Maar dit is balen zo. Oké, wat zijn de mogelijkheden nog? Want je verliest eigenlijk 2 punten hier vanmiddag. Ja, klopt. Ja, het is balen en de... We hadden hier gewoon 3 punten moeten hebben, we hadden hier moeten winnen en nu op naar volgende week. En hoe zitten jullie met de periode, Pieter? Nee, dat is nu weer eventjes, we moeten nu eerst zorgen dat we erin blijven en punten pakken en dan gaan we daar weer naar kijken. Want volgens mij was dit de laatste wedstrijd. Dus een cadeautje voor Constantijn, want die gaat weg van het eind van het seizoen. Ja, dat zou leuk zijn. En zelf, blijf je nog bij de bloggers? Ik weet nog niet wat ik ga doen, nee. Wordt er aan je getrokken? Sorry? Wordt er aan je getrokken? Nee, dat niet. Maar ik heb nog niet met een nieuwe trainer gesproken, dus ik weet nog niet precies. Silvio Bulteman, ja, hadden jullie het gedacht, 2-2? Tot een kwartier van tijd niet. Nee. We waren vrij kansloos. Eerste helft was niet best. Dan heb je win tegen, dan hoop je dat hij de tweede helft beter de andere kant op valt. Maar ook dat gebeurde niet. En tot een kwartier van tijd eigenlijk, dan maak je aansluitingstreffer. En uiteindelijk nog 2-2 en dan kan het ook zomaar nog 3-2 worden aan die kant. Als hij zo belt, ja, ik zag wel een beetje herinnering aan je vader, man. Die maakte ook altijd van die prachtige momenten op het moment dat je het niet verwachtte. Ja, hij zat er lekker in, dat klopt. En lekker net voor tijd is ook altijd lekker, maar ik had toch liever gewonnen. Was het een verrassing dat je in het eerste stond vandaag? Ja, we hadden wat blessures en schorsingen. Dus het was al een beetje hopen deze week. En het kwam goed uit en het is mooi dat je ook nog scoort natuurlijk.